Maar wij hebben met z'n drieën georganiseerd. We zijn 3 jaar geleden begonnen met het zomerfeest in Mariahout. En dit jaar is er geen zomerfeest, maar nog steeds de jeugdzeskamp. Ja, je hebt zelf al gezien hoe mega veel enthousiaste jeugd er is. Dus keileuk. Hoeveel groepen zijn er? Er zijn 10 jeugdgroepen vandaag. Hoeveel kinderen zijn dat ongeveer? Het zijn groepjes van 9. 75, 80 kinderen doen er mee. Vanaf groep 5 tot en met 15 jaar, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, leuk. Alleen kinderen uit Mariahout? Nou, ik heb ook wel een paar gezien die niet uit Mariahout komen. Maar laten we zeggen 90% en misschien wel 95% uit Mariahout. Ja, inderdaad. Is de doelstelling dat misschien volgend jaar ook andere kinderen uit Laarbeek mee mogen doen of kunnen doen? Ja, we hebben ook altijd een oproep in de mooie Laarbeek. En uiteindelijk kunnen ze daar zijn eigen opgeven. Alleen op de een of andere manier is het dennoch niet gelukt of is er dennoch niet van gekomen. Misschien dat we daar op een andere manier nog de kar aan moeten trekken. Maar als het 3 keer zo groot wordt, dan wordt het ook 3 keer zo pittig om te organiseren, om het zo maar te zeggen. En omdat het hier in Mariahout is, leeft het bij de Mariahoutse kinderen leeft het ook wel. Ja. Dan hoeft het ook niet zo grootschalig te worden. Klein maar fijn, kunnen we ook zeggen. Zo groot als Mariahout is met zijn kern, zo groot zijn de daden. Ja, mooi woorden. Zo samen moeten vatten. Kleine kern, grote daden willen we dat maar zeggen. Ja, dus, maar de kinderen uit heel Laarbeek zijn welkom. Dus, maar wellicht volgend jaar. Mr. Gaat, jongen, klasse! Oh,